avonturen, de avonturen, de avonturen. Maar jongens, van Basje. Zo. Die was even aan vervanging toe. Ja, die was een beetje oud en vies en stuk. Dus daarom heb ik eventjes, ben ik even naar de kringloopwinkel gegaan. Lekker goedkoop. Ja, moet kunnen. En heb ik even een nieuw matrasje gekocht. Nou, deze vond ik er goed uitzien. En hij ziet er ook lekker stevig uit. Ja, ik hou niet van die ingezette plumpe dingen hoor, als matras. Dus jongens, ja, ik heb een heel mooi nieuw... Nou, ik heb tweedehands matrasje gekocht. Ja, geweldig. Nou, ga ik die eens eventjes nu. Heel gezellig ga ik die even naar boven tillen. En de... Jongens, dat op telefoon. Hoi, 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 hoi. Nou. Basje. Ah, dag meneer van de bank. Ja. Oeh, bankroet. Ah, ja. Ja, bankroet. Ja. En, ja. Goh, bedankt, hè. Nou ja, bedankt, wat je bedanken wil noemen. Nou jongens, ik heb wel een mededeling. Door deze aankoop van dit matras ben ik wel bankroet. Nou ja, goed, dan moet ik maar even zo'n klusje doen of zo voor iemand. Of via de buurt, of vind ik veel. Ja. Ja, of ik moet echt beroemd worden dat ik bakken met geld verdien natuurlijk. Maar ja, dat zit er natuurlijk niet in. Nou, goed. Ja, bij jullie natuurlijk op YouTube. Maar goed. Ik ga nu naar boven met dat matrasje. Ja, dat... ik heb in ieder geval een nieuw matras. En dan, nou ja, goed, dat geld dat verdien ik wel weer een keer, ja. Nou, dan ga ik lekker naar boven. En dan leg ik dat matrasje lekker op mijn... oude plaat van een oude matrasje. Ja, dat is zo. We gaan naar boven. Doei. Van de schilderij van de buur. Jammer, hè. 1 is de eerste trap 3. En de tweede trap 3. Zo, jongens. Daar ben ik dan. Ja, op mijn iets te rommelige slaapkamer. Ja, die moet ik nog een keer opruimen, hè. Zo. Goed. Hier lekker neerleggen. Mooi. Zo. Voilà. Ja, het is hier ook veel te troeperig, hè. Zo. Dan schuiven we dit fitnessapparaat, waar ik ook nog iets mee doe trouwens, schuiven we weg. Zo. Schuiven we weg. Voilà. En dan zo. Haha, jongens, ja. En dan schuiven we deze ook weg. Zo. Voilà. Zo, die is weg. Nou, dan kan ik beginnen met mijn matrasje op te maken. Ja. Nou, hier zit hij goed hoor, jongens. Dan zal ik daar nog even proberen als hij lekker opgemaakt is. Lekker zitten daar even nog. Ja, nou, eens even zien. Hoe gaat dit? Hoe moet dit? Ja, hier. Nu het heugelijke moment dat ik er even lekker op ga zitten. Zo. 1, 2, 3. Huppla. Jongens, wat komt hier nu uit? Maar dat is vulsel voor het matras. Zeg jongens, dat matras gaat verdaan. Is gescheurd, hè? Och, en er zit ook nog een zak bij. Hoe komt dat hier nu in?
Iemand, ik heb een prul gekocht daar. Dat moet je toch controleren zeker. Och. Er zit ook vis. Bye, jongens. Nou, wat moet ik nu doen? Oh, jongens. Zo, zit dit lekker. Gadverdamme. Ik zit er ook helemaal zelf ook helemaal onder. Zit er, oh. Ik heb ook altijd pech met dit soort dingen. Hier, helemaal vol met vulsel. Ja, vind je het gek dat dat dan klapt hier? Ja, hè. Jongens, toch. Ik heb ook altijd pech, hè. Wat moet ik nu doen? Ja, ik zal hem maar terugbrengen, hè, naar de kringloopwinkel. En ik zal zeggen dat ik niet heel blij ben. Jongens, het is toch een drama. Wat zit hier nog meer allemaal onder? Och, jongens, wat een troep. Snel, dat in die zak wat erbij in zat. Die zakje doet en dan dit helemaal weggooien. En dat matras terugbrengen naar de kringloopwinkel. En je eist mijn geld terug. Ja zeg, denkt iedereen wel daar. Dat zou zomaar prullen naar mij kunnen verkopen. Nou, en aan iedereen. Het is toch belachelijk. Het is toch... Kijk nou jongens. Kijk. Dat is een drama, hè. Kijk hier. Hupla. Zo. Ik heb een klok. En dan... Zo. Nou ja, daar kan ik in ieder geval lekker op slapen. Hier nu. Dingetje vrij. Dat is een drama, hè, jongens. Nou ja, goed. Ik ga dit hier opruimen. En stofzuigen. En dan dat matras ook terugbrengen. En ik eis mijn geld terug. Zij zijn helemaal betoeterd daar. Mensen denken maar dat ze alles kunnen maken tegenwoordig. Nou, niet bij Basje. Jongens, ik ga de boel zometeen terugbrengen. En ik zie jullie de volgende aflevering weer, hè? Ja. Nou ja, jongens, goed. Tot de volgende aflevering. En ja, toedeloe. Och, dat is een drama.